zijn ze mooi bruin, Bianca? Nog niet, manneke. Nou, je bakt ze mooi bruin, hoor. Ik ben wel eerst geboren in Indonesië, in 50. En dan zijn we naar Nederland gekomen met mijn ouders, omdat mijn vader in militaire dienst zat voor het Nederlands leger. Goedemiddag, zoetjes. Yes, yes. Toen moesten we in 50 allemaal eruit. En dan zijn we beland in Nederland. En daar is Stella en Patricia geworden. Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom bij de 15e finale van het Eurovisie Songfestival. Wij helemaal houten de boten, want ja, Stella was 15, Patrice was net 17 en ik 18 na 19, ja. Ze hebben er echt heel hard voor gerepeteerd en we wensen hen op dit ogenblik veel succes. De hart of zo. Zo erin eigenlijk gesmeten, maar ja, we hadden een eigen goede sound en dat vonden ze blijkbaar in Nederland. Hey Albert, kijk, hier zit ik nou. Opgeborgen. Pakken. Ja, maar dat is niet wit. Nee, of dat kobaltblauw. Onze manager woonde in België en wij deden ook heel veel studiowerk. En onze optredens werden vanuit België geregeld eigenlijk. Dus dan was het voor ons gemakkelijker om in België te wonen. En toen gingen we naar Engeland, hè? Wembley. Now to Belgium and a song that's already had a great success in the hit parade of Europe. The group Dream Express comprise the three Meissen sisters. They're highly professional, highly successful. Ja, er waren Rolls Royce die werden ingehuurd. Nou, daar werden we overal naartoe gereden. In het begin had ik zoiets van, oh, wat voel ik me opgelaten. Waarom? Nee, ja, je komt maar uit een gewoon gezin, hè. En dan wordt het zo, precies of je wordt precies de ster. Need a million in 1, 2, 3. Can't you do a little work for me? Dat zijn al mijn broertjes en zusjes, mijn broertjes en zusjes. Hoe zijn jullie eigenlijk in Veghel terechtgekomen? Het bloed kruipt waar ik niet aan. Al mijn zusjes wonen hier, dus ik dacht nou even op rust komen van dat Belgenland. Nee, er lagen brieven, je moet je melden voor te werken. En toen? Nou, ik... Met mijn twee brieven, hè, ik dacht, ja, wat kan ik? Micro weegt lichter. Nou, maar in onze familie zitten allemaal verpleegsters. Dus ik dacht, ik ben er ook wel goed in, denk ik. Heb ik mij aangeboden om in de zorg te gaan. Maar mis je de roem niet en het succes? Wat is dat? Wat is dat? Ja, dat vraag ik me ook altijd af. Wat is dat? Wat is roem? Dat ze herkennen, dat je bewonderd wordt. Nou, het is natuurlijk als ik in België loop of hier in Nederland, er zijn wel mensen die je nog herkennen, hoor. En dan vragen ze veel van, mag ik eens iets vragen? Ja. Heb jij niet in zo'n meisjesgroep gezeten? Ik zeg ja. Die drie zusjes? Ja. De Hearts of Soul? Ja. Ben jij een waterman, dan past jouw sterrenbeeld bij mij. Intuïtief heb ik jou nu al lief. Het is net of jij eenvoudig hoort bij mij. Bravo, Heart of Soul. Zeer goed gewerkt, heel goed gedaan. En nou natuurlijk mij afwachten.